Ik wil u graag iets uitleggen over hoe uw lichaam omgaat met het geneesmiddel tacrolimus. Dat is een proces wat we ook wel farmacokinetiek noemen. U ziet het hier geïllustreerd in de bijgaande animatie. Als u uw capsules inneemt, dan zullen die capsules in uw maag terechtkomen. En daar zal de capsule open gaan en zal het geneesmiddel tacrolimus vrijkomen. De tacrolimus gaat vervolgens naar uw dunne darm. En vanuit de dunne darm zal het geneesmiddel worden opgenomen in uw bloed. En dat is een proces wat we ook wel absorptie noemen. Het geneesmiddel zal zich vervolgens verdelen over uw lichaam en daar haar afweeronderdrukkende werking uitoefenen. Daarna zal het geneesmiddel weer worden afgebroken, dat noemen we ook wel klaring. En dat gebeurt in het geval van tacrolimus voornamelijk in uw lever. In de lever zal vervolgens het actieve geneesmiddel tacrolimus worden afgebroken in inactieve fragmenten, die vervolgens met de gal worden uitgescheiden en dan uiteindelijk met de ontlasting uw lichaam zullen verlaten. Als je dat uitzet in een grafiek, dan ziet dat er als volgt uit. En u ziet hier op de x-as de tijd na inname van de capsules tacrolimus. En op de y-as ziet u de hoeveelheid van het geneesmiddel in het bloed. Als u het geneesmiddel inneemt, zal het geneesmiddel vervolgens worden geabsorbeerd en in uw bloed komen. En daardoor zal de concentratie van het geneesmiddel tacrolimus binnen 1 tot 2 uur sterk toenemen. Dat noemen we de piekconcentratie. Daarna zal de afbraak, de klaring van de tacrolimus, de overhand nemen en zal de concentratie van het geneesmiddel vervolgens weer dalen. En zal die uiteindelijk zelfs afnemen tot nul, tenzij u opnieuw een tablet neemt. Het is belangrijk om u te realiseren dat we ongeveer 12 uur na inname van de tacrolimus bij uw bloedafname, dat nemen we af tijdens de poliebezoeken, om de hoeveelheid van het geneesmiddel tacrolimus te bepalen. En dat is belangrijk omdat de werking van het geneesmiddel samenhangt met de hoeveelheid van het medicijn in uw bloed. Een tweede reden waarom we dat doen is omdat het gedrag van het geneesmiddel tacrolimus bij patiënten onderling sterk verschilt. En dat ziet u in dit plaatje weergegeven. Als we bij verschillende patiënten de hoeveelheid tacrolimus in het bloed over de tijd meten, dan krijg je sterk verschillende curves. En dat betekent dus dat als je verschillende patiënten dezelfde hoeveelheid tacrolimus geeft, de hoeveelheid tacrolimus die uiteindelijk daadwerkelijk in het bloed komt, sterk verschilt. En dat is de reden waarom we op de polykliniek zoveel belang hechten aan het meten van de geneesmiddelconcentratie om u zo optimaal te kunnen behandelen.